Welkom vandaag bij een nieuwe Chelsea Manager carrière. We gaan eens even kijken hoe we ervoor staan. Het is inmiddels winterstop en we staan bovenaan. Yes, we staan helemaal bovenaan. Gedeeld met Arsenal eerste 39 punten, 11 wedstrijden gewonnen, 6 gelijk en 2 verloren. We hebben een aardig doelsaldo, dus dat gaat alweer lekker. Wat zien we verder? Manchester staat gewoon 9, jongens. Dat is wel echt heel erg slecht voor hem. Maar goed, wat kan mij het schelen? Wij staan lekker eerste. We liggen dus op schema. De FA Cup is nog niet zoveel gespeeld. Dus daar valt weinig over te vertellen. Maar hopelijk kunnen we daar ook een beetje ver in komen. En dan gaan we naar de League Cup. Daarin zijn we wel tot de halve finale gekomen. En dit is dan vriendschappelijk toernooi. Was niet zo heel boeiend. Dan gaan we eens even kijken bij de spelers. Zien wij Hazard heeft 12 goals gemaakt. Dus dat is erg lekker. 12 goals voor Hazard. En verder Chelsea. Ja, helemaal onderaan stond Fabregas was ook nog tussen. Dan eens even kijken. En dan gaan we natuurlijk nog even naar de assists kijken. Mahrez staat daar bovenaan. Die mijn Chelsea speler. Nee, we zien geen Chelsea speler. Dat is jammer. Maar goed, het gaat uiteindelijk ook om de goals. En daarin staat Hazard dus lekker bovenaan. En het is transferperiode, dus we gaan transfers doen. Gaan we eerst eens even kijken naar de spelers, hoe zij het hebben gedaan. We lopen gewoon even snel doorheen. Eens even kijken, Luis goed, Alba doet het goed. Alaba moet ik zeggen. Kante valt me een beetje tegen, 6,7 gemiddeld. Dat is niet heel goed. Fabregas ook niet fantastisch. William doet het wel redelijk. Sterling doet het goed. Costa doet het slecht. 2 goals maar uit 20 wedstrijden. Dat is wel echt heel erg slecht. Hazard 16 goals gemaakt, doet het goed. Ali doet het redelijk. Is natuurlijk net nieuw bij de club, speelt vooral in de tweede elftal. Dit is ook slecht. 15 wedstrijden, 1 goal. Ik wil eigenlijk 2 nieuwe spitsen gaan halen. En ja, deze Batsman en Costa mogen wat mij betreft gewoon vertrekken. Zie bij Pedro doet het aardig. Kijken, ik heb nog een hoop jonge spelers. Huizonga, 7 wedstrijden, 2 goals. Is op zich redelijk voor hem. Maar hij kan natuurlijk nog heel erg groeien. Goed talentje is dat, jongens, en dan komen we bij de leenspelers uit. Gaan we eens even kijken. Gaan we nieuwe spelers zoeken. En uit de poll is gekomen dat ik Icardi als nieuwe spits moet gaan halen in plaats van Costa. Dus dat gaan we doen. Icardi, ja, we gaan hem gewoon 1-op-1 ruilen. En ik zie dat mijn squad vol is, dus ik kan geen bot op hem uitbrengen. We moeten eerst iemand wegdoen. Ja, dan kan je wachten totdat je iemand kan verkopen, maar je kan natuurlijk ook gewoon een nutteloze speler lozen. Het laatste wil ik eigenlijk gewoon even gaan doen. Gewoon een of andere nutteloze jeugdspeler. Dus even zoeken. Wie zullen we daarvoor uitkiezen? Deze zijn allemaal uitgeleend. Gaan we eens even kijken wat voor spelers er allemaal tussen zitten. Dan zien wij daarom. Ja, Aken die mag weg. Kane die mag weg. Maar die ga ik niet zomaar wegdoen. Dat kost gewoon een hoop geld. Davies 16 jaar, 48 rated. Dat is natuurlijk niet goed genoeg. Kost maar 18.000. Heb ik weg mee. Sorry. Hij moet gewoon weg. Hij is weg. Kunnen we bot gaan doen op Icardi? Want ook al wil je een speler ruilen, je moet minimaal 1 plek vrij hebben als je een bot gaat doen op de speler. Helaas, ook al wil je iemand ruilen, dus zou je zeggen, heb je geen plekje nodig, maar dat is dus wel zo. Dus even kijken, 0 euro. En waar is Diego Costa? Daar is die. We gaan hem gewoon 1-op-1 proberen te ruilen, kijken wat Inter daarvan vindt. Ik hoop dat ze dat gaan doen. Gaan we nog eens even verder kijken zo meteen voor andere spelers. Aubameyang was als tweede, of nummer 2, uitgekomen uit de poll. Dus die gaan we nog eens even proberen te halen. En dan wil ik die eigenlijk gewoon 1-op-1 ruilen met die Batsman. Batshuayi of zo, weet ik hoe je het uitspreekt. Dat zal Dortmund niet gaan doen, denk ik. Maar goed, ik probeer het toch gewoon even. Wie weet. Misschien willen ze nog wel een klein beetje geld erbij. Ja, dat kunnen ze allemaal krijgen. Dan uit mijn Milan carrière, mijn livestream, Emre Can, goede speler. Ik dacht, hij was voor 13 miljoen op te halen bij mijn Milan carrière. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon voor 10 miljoen proberen, want ik zou in mijn tweede elftal gewoon even een nieuwe middenvelder willen hebben. Dus dat dus. Southampton 1. Dus kijk, Inter heeft het geaccepteerd. Yes, Inter heeft het geaccepteerd, dus dat is mooi. Gaan we nog een contractje aanbieden, natuurlijk 142.000 euro. Dus 4 jaar, cruciale speler. Wordt mijn eerste spits dan natuurlijk in eerste instantie. Kijken hoe hij het gaat doen. Ik ben benieuwd. Can is geweigerd door Liverpool. Dat was eigenlijk wat te verwachten. 10 miljoen is niet heel erg veel natuurlijk. En na een directe concurrent zullen ze die dan ook niet zo snel laten vertrekken. Dus even kijken. Gaan we nog eens even kijken. Can, 1 onderste. Gaan we gewoon
een nieuw bod uitbrengen op hem. Gaat gewoon net als in Milan carrière 13 miljoen doen. Kijken wat ze daarvan vinden. Ik denk dat ze dat ook niet gaan doen. Maar goed, kan het altijd proberen natuurlijk. Hè. Dan eens even kijken. Wil ik als middenvelder ook nog Sanchez proberen te halen. Omdat ik dan verwacht dat Jan niks gaat worden. Voor hem ga ik 12 miljoen bieden. Schrijf voor Bayern. Van mij. Ik ben een speler. Van mij mooi bij Chelsea komen. Dortmund heeft het niet geaccepteerd, dat is jammer. Cardi Manchester United gaat die Cardi voor 61 miljoen proberen te kopen. Nou, dat is dan ben ik benieuwd of dat gaat lukken. Dat koop ik niet. Ik hoop dat hij anders komt natuurlijk. Aubameyang, wat gaan we daarmee doen? Ze willen 61 miljoen plus die speler. Wauw, dat is wel echt veel geld. Maar dat is 48 waard of zo. Dat gaan we zeker niet doen. Dus even kijken, wat zullen we doen? Gaat gewoon proberen voor een klein beetje geld te krijgen. 15 miljoen plus Batshuayi. Ik heb steeds niet meer uitspreken. Echt verschrikkelijk, hè? Nee, ik die nou niet te geloven. Dan Bot op Azar. 76 miljoen euro. Denk ik niet. Nee, gaan we niet doen, Ryan. Sorry. Sterling, dan de jong Sterling, rechtsback. 62 reken. Die mag lekker naar het leen. Uitleenbasis, geen probleem mee. Dan eens even kijken, het bot op Icardi van Manchester is geaccepteerd. Can niet komen, niet geld in ieder geval, dat gaan we hier doen. Nou ja, Icardi is erbij, jongens. We hebben Icardi binnengehaald. Net als in de Milan carrière is Icardi bij de club gekomen. Dan een bot op Pickford, gaan we ook niet doen. Ik zeg een reservekeeper sinds een half jaar, ik ga het niet gelijk nu alweer verkopen. Een bot dat was op Piliqueta, dat gaan we ook niet doen, zeker niet voor 20 miljoen. Multifunctionele verdediger is echt fijn om in je selectie te hebben. Dat gaan we niet doen. Bot op Aubameyang niet geaccepteerd. Bot op Sanchez niet geaccepteerd. Dan gaan we die een klein beetje verhogen. Dus we willen 21,5. Ze kunnen 16 krijgen. Meer ga ik niet geven. 16 miljoen is prima voor hem. Ik weet dat ze 40 betaald hebben. Dan moeten ze lekker zelf weten. Geld van de FA Cup. Wel 85.000 euro rijden meer. En met een half salaris, half week salaris. Die kan je voor betalen. Dan gaan we eens even kijken. Dan wou ik eigenlijk kijken voor de tweede spits bij Lotti. Kijken of we die kunnen ruilen dan voor Batsman. Noem het gewoon Batsman, sorry. Ik zie die namen vaak voorbij komen. Ik vind het makkelijk, Batsman. Man. Waar is die? Ja, daar is die Batsman. Die kapsel trouwens. Ruilen 1-1 voor Lotti. Ook hij uit mijn Milan carrière natuurlijk. Goede spits. Ik heb hem toen geroden voor Icardi. Omdat het op verzoek van Job was vooral. En ik wil ze dus bij Chelsea gewoon allebei hebben. Eens kijken of dat gaat lukken. Bordotti was niet geaccepteerd. En we hoorden gewoon 15 miljoen bij. Ik wil hem gewoon graag hebben. 15 miljoen voor zijn Batsman. Sanchez is geaccepteerd. 16 miljoen, dat is mooi. Dan gaan we een contract aanbieden. 16.000 biljen. 62,5. 10%. 4 jaar. Cruciaal, laten we het doen. Squad rotation play. Dat lijkt me mooi voor het Sanchez. 19 jaar. Wat gaan we aan doen? Kijken, een bot op Aken. Aken zit op de transferlijst, komt niet aan spelen toe. Ja, is qua potentie ook echt topper in wording, vind ik. Dus 8 miljoen mag hij naar Tottenham. Ze boden 6, 8 miljoen. Hebben Sanchez geaccepteerd. We hebben er een nieuwe middenvelder bij. Nieuwe middenvelder. Renato Sanchez. Lekker jongens. Dan kijken, Belotti is ook geaccepteerd. Dus dat is ook fijn. Kijk, 90.000, daar doen we 2 extra natuurlijk. 4 jaar important first team player, dat lijkt me wel een goede rol voor hem. Dan eens even kijken, hamstring voor Hazard, 7 dagen eruit. Nou, de Lottie is erbij. Ik kan het schrikkelijk denken, ik doe alles jongens. Bot op Zuma van Barcelona, nee, ook Barcelona, die had ook hem niet hebben. Ook niet voor dat geld. Een bot op Todd Kane. Net op de valreep van de transferperiode is dit. Die accepteren we gewoon. Players sold Todd Kane voor 2,3 miljoen is weg. Dat is mooi. We hebben weer wat geld bij. En dan ja, zijn we aan het einde gekomen van de transferperiode. Gaan we eens even kijken wie wij allemaal gekocht hebben. En verkocht. Kane is weg, 2,3 miljoen. Aken is weg voor 8 miljoen. Belotti is erbij voor 15 miljoen plus Batsman. Dus nieuwe spits, dat is mooi voor haar tweede elftal in eerste instantie. Renato Sanchez voor 16 miljoen gekocht. En eens even kijken. Icardi natuurlijk voor Costa geboden 1-1. Dus
dat zijn Sterling en Bradford. Uitleggen daar de rest is van de zomer. Gaan we even kijken naar de tussenstand. Inmiddels hebben we een paar wedstrijden gespeeld. Ze staan met een teleurstellend tweede. 2 punten achter op Arsenal. Want een wedstrijdje gelijk gespeeld. Dus dat is jammer. Gaan we naar de League Cup. De League Cup zijn we nog steeds niet verder in. League Cup, jawel, we staan in de finale. Want we hebben een 0-0 en 1-1 tegen West Ham gespeeld. Dus we gaan door in de finale tegen Liverpool. Dus hopelijk gaan we die winnen. Hebben we de eerste prijs van het seizoen al binnen. Als dat gaat gebeuren. Gaan we even naar het team kijken. Want ja, dit is mijn team nu. In principe gewoon hetzelfde gebleven. Alleen Icardi is er dus bijgekomen in plaats van Costa. Dus dat is wel fijn. Nieuwe spits, hopelijk gaat deze meer scoren dan Costa met zijn tweede doelpunt. Dus gaan we even naar het tweede elftal kijken. En daar zien wij ook niet veel verandering. Alleen Sanchez is op het middenveld erbij gekomen. En Belotti in de spits in plaats van Batsman. Dus dat was het. Nou, zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. Ga ik weer doorsimuleren naar de zomer toe. Dat zien jullie in de volgende aflevering. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dus hopelijk ook voor het liken. Vond je het leuk? Druk even op liken. Ben je nieuw? Abonneer even voor meer video's uiteraard. En wie moet ik kopen in de zomer? Laat het even in de comments weten. Wellicht kan ik er wat mee. Ik wil jullie bedanken. En later.